Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in de Gouda. En toen hadden ze ook deze rare dingen nog met deze meterkast, waar in één keer ook een soort gat in zat waar een boom uitkwam. Dus hadden ze ook hier nog dit gebouw met allemaal gaten. Dus een beetje een soort meeeters. En hier nog een soort ronde steen met allemaal rare kringen erop. Voor weet ook niet waarom. En hier ging ik naar de stad lopen en toen hadden ze ook nog deze moderne balkons. Met een soort Miami-achtige kleuren. En ook nog hier nog een beeld met een reet met twee benen, maar er zat geen lichaam aan vast. En hier had de postbode dit laten staan. En ze hadden ook hier nog deze sok voor iemand met hele grote voeten. Dus hier kun je ook nog deze bal zien die daar lag. En ze hadden ook deze twee bomen waar je naar kan kijken op die bankjes met je familie of met kennis. En je kan ook hier nog een huis zien met een handvat voor als je vast wil houden aan een huis. Want ze hadden ook nog hier de wegen wachten, want er was eigenlijk ook een ongeluk. Maar toen zag ik van dichtbij dat het nep was. En ze hadden ook nog hier deze bordjes zodat je kan zien waar je heen moet. En hier ook nog een mooie bult met steentjes voor omdat het creatief is en zo. En hier hadden ze, omdat het kerstmis was, allemaal dingen in de boom gehangen. En hier ook nog een mooie pop aan een stok voor op de rivier. En hier hadden ze ook nog drie hele rare poppen die op een bank zaten. Met hele rare lichamen en zo. En hier was het ook wel mooi, want toen kon je kunst kijken in de etalage. Dus dat was wel mooi gemaakt ook. En hier hadden ze ook nog meer kunst, dus dat was ook wel mooi gemaakt. Want hier kon je dan ook nog lezen wie het gemaakt had. En dus er zat ook nog kaarsen voor. En hier hadden ze ook nog een straatwasje van naaienhout. En hier gingen ze heel asociaal alle regen op de stoep laten lopen. Dus er was wel slecht over nagedacht. En hier nog een oude muur waar ik langs kon lopen. En ze hadden hier ineens alle kozijnen geel geverfd. En hier stond ook nog een winkelwagentje van iemand die hem kwijt was. En hier kon je ook hinkelen, maar ik wist niet echt de spelregels. En toen zag ik hier ook nog een heel oude sprookjeshuis met allemaal Efteling poffertjes dingen. En hier nog een soort kat die achter die fietsen zat, dus kon ik er niet echt bij. En ze hadden hier ook nog een boom met heel veel vogelhuisjes. Voor als je heel veel vogels hebt, kan je hier ook wonen en dan kunnen ze ook daar gaan wonen. En er was ook nog hier iemand die had al zijn planten gewoon op de stoep geflikkerd. Dus dat was ook wel asociaal. En hier gingen ze ook nog ruzie maken om brood. Dus toen gingen al die meeuwen het brood afpakken van die eenden. Dus toen werd het wel best gevaarlijk. En hier zie je dat al die eenden nu hun brood aan het zoeken zijn, maar die hadden die meeuwen. En hier was ook nog een leuk plein voor als je een keer een dag vrij hebt, kan je hier naartoe. Want hier hadden ze ook nog teksten met reizigers zijn wij in de wereld, geen bewoners. En ze hadden ook hier een vogelhuis die nog, of een vogelnest die heel hoog was. En hier nog een tankstation die Firezone heet, maar eigenlijk mag je nooit vuur hebben daar, dus best een rare naam. En hier was ook nog een park voor als je een keer in de zomer een gouden wil kijken. En hier ook nog een molen. En toen zag ik hier ook nog een soort stoep die langs de rivier ging. Dus dat was best gevaarlijk, want er stond geen hek bij. En ze hadden ook op deze boot nog een leuke kerstboom. En deze was ook wel raar, want deze boot heette Hilda. Dus dat was best wel een rare naam voor een boot. En hier was ik op een wc en toen hadden ze ook wc-papier en er leek net tieten, dus dat was het. Doei!